Goedenavond vanuit Albert Park in Melbourne, Australië, waar dit weekend het Formule 1 seizoen 2019 van start gaat. Mijn naam is Erwin Jechie, Formule 1-verslaggever van motorsport.com. Ik zal jullie dit jaar niet alleen via artikelen op de hoogte houden van alles wat er op en rond het circuit gebeurt, maar ook middels video's. Dan over naar de orde van de dag. Het weekend begon een beetje vreemd met het nieuws dat Charlie Whiting is overleden, de FIA Race Director. Een zeer gewaardeerd en gerespecteerd man bij de coureurs. Ik sprak eerder vandaag ook met Sergio Perez. En hij zei Charlie is eigenlijk onvervangbaar. Max Verstappen werd er ook nog even naar gevraagd in de persconferentie. En hij zei, hij blikte terug op zijn tweede deel van de taakstraf enkele weken geleden in Genève. Daar heeft hij nog een dag doorgebracht met Whiting. En hij zei ook dit toont ook maar weer aan dat je toch elke dag van het leven moet genieten. Morgen is de eerste actie van het weekend. Om 2:00 Nederlandse tijd beginnen de eerste vrije trainingen. En dan zullen we zien hoe de onderlinge krachtsverhoudingen liggen. En daarna kom ik bij jullie terug met een volgende update. Bedankt voor het kijken.